Ik ben hier vandaag met Dennis Lulima. En Dennis, kan jij iets vertellen over Fronter? Ja, nou, dat lijkt me leuk. En nou goed, we kunnen het beste aan de hand van een voorbeeld een leerling nemen. En dan gaan we kijken hoe we met Fronter kunnen werken. Oké, dat is goed. Oké, Dennis. Kan je mij laten zien hoe ik in Fronter kom? Ja, natuurlijk. Nou, je zal eerst internet op moeten starten. En dan gaan we zoeken naar de Lentis-site. En als je dan op onze scholen klikt, dan zoek je naar Dalton MAVO. En dan hebben we als vaste link hier rechtsonder in een van de vier banners die we, zoals we dat noemen, een Fronter link. En hier ga je dan inloggen. Nou, de inlogcode is voor iedereen 14ID, dat is het schoolnummer. Daarna altijd een spatie en daarna komt het focusnummer. Iedereen heeft een eigen focusnummer. En ik heb hier een focusnummer die ik dan intoets. Dan ga ik naar het volgende invulwachtwoord. Vakje en dat moet worden het wachtwoord. Oké, en hoe weet ik welk focusnummer ik heb? Het focusnummer staat op je schoolpas. Ah, oké. Ja. Nou goed, die heeft iedereen gekregen. Ja. Het is alleen al, je moet alleen weten dat je ons schoolnummer 14 Grieks ID is. Oké, zonder hoofdletters. Zonder hoofdletter en daarna altijd eerst een spatie aanslaan. Oké, dat is duidelijk. Nou, laten we maar naar binnen gaan. Ja, gaan we inloggen. Oké, ja, ik zie dat we ingelogd zijn. Hartstikke mooi. Ja. Als ik nou iets wil inleveren, wat moet ik dan doen? Ja, nou, dit voorbeeld is een bestaand account van Ashley Beyer. Dat zie je hier staan bovenaan in het midden. En Ashley Beyer zit in klas 3D. Voor de rest ziet zij alle vakken die we in klas 3 aanbieden. Nou, we willen wat inleveren in klas 3 wiskunde. Dus dan ga je naar klas 3 wiskunde, klik daarop. En dan zie je de homepage. Vanuit die homepage gaan we zoeken naar de klas, de groep waar Ashley dan in hoort te zitten. In dit geval is dit 3 wiskunde 1. Dat is de groep waar Ashley les heeft. Oké. Nou, dan ga je zeg maar de groep in en dan zie je daar 3 inlevermappen. Nou, er staan er maar 2 geactiveerd. Er staat er maar 1 geactiveerd, sorry. Dat is de bovenste. En die andere 2, zoals je ziet, zijn niet geactiveerd. Daar kunnen ook geen leerlingen in dan. En wat betekent dat? Dat die niet is geactiveerd? Nou, dat die niet open staat. Je kan niks inleveren. Oké. Okay. Ja, dus je kan er wel op klikken, maar dan zie je geen inleverplank, zeg maar. Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, even 1 stapje terug. En dat kan je weer doen via het kruimelpad daarboven, als je 1 niveau omhoog wil. Oh ja, ik zie het staan. Dus we zijn vanaf klas 3... wiskunde, naar clusterlijnen, wiskunde 1 en dan de PO. PO 4, ja. Okay. Nou, die is dus dicht en als je daar weer klikt, ga je weer 1 niveau terug. Ja. Ja? We willen graag iets inleveren PO 3, want dat is ook de enige die open staat. Nou, dan klik je erop. En nou willen we wat inleveren. Ja. Dat kan. De opdracht die dan gemaakt is. Nou, het is een kwestie van bestand uploaden. Dus als we daarop klikken, verschijnt in je scherm... kies bestand of kies meerdere bestanden. Nou, ik wil een bestand kiezen en ik ga het noemen test. Dus dit is het werk wat ik gemaakt heb voor de PO, wat ik dan daar wil inleveren. Ja, precies. Okay, ja. Ja. Nou, kies een bestand, klikken. Dan krijg je je eigen verkenner, zeg maar. En dan staat de opdracht op bureaublad. Even zoeken, inleverdocument, docx. Daar staat hij. Ik heb de titel gegeven test PO als voorbeeld. Helemaal zoals ik het wil hebben. Dus dan klik ik nu op opslaan. En dan verschijnt er in het scherm dat ze hem heeft ingeleverd. Oké. Okay. En dat het nou even duurde, dat heeft ermee te maken dat hij dat bestand moet opsturen? Ja, precies. En ook een beetje afhankelijk van de verbinding die we hebben. Maar nou, het duurt even, je moet even geduld hebben. En dan verschijnt vanzelf het document wat je hebt ingeleverd met de voornaam van de leerling. In dit geval Ashley. Dus als ik een document met heel veel foto's heb, dan kan het best zijn dat dat een paar minuten duurt. Ja, ja. Zeker. Nou goed, nu we toch bij de inlevermap nog in de inlevermap zitten. Zoals ik net zei, de naam van degene die het in heeft geleverd. Dit is de opdracht die we hebben ingeleverd. Nou, ingeleverd op 28 september vandaag. En de status. Nou, er staat nog een groen vraagteken. Dus
Hij is ingeleverd, maar nog niet nagekeken. Oké. Okay. Dat kan je dus zien. Op een gegeven moment gaat meneer Hermsen, een wiskundecent gaat dan het programma, het document nakijken. En dan zal hij het goedkeuren. En dan verschijnt er een groene krul. Is hij nog niet voldoende volgens de docent, dan zal daar een rood kruisje komen. En dan moet je hem opnieuw maken. Oké. Okay. Oké, okay, nou we zijn alweer een paar minuten verder, dus misschien is het wel nagekeken inmiddels. Ja, eens kijken? Ik ben ook benieuwd, laten we eens kijken. Je volgt dezelfde weg, weer naar de clusterlijnen. En dan zie je als leerling de clusterlijn waar je les in hebt, toegang tot hebt, toe hebt. Ook dat duurt altijd wel even, maar geduldig zijn. PO3 hadden we ingeleverd. En, oh ja, ik zie hem staan. Ja, test PO. Dus ingeleverd, maar er staat nu een rood kruisje. Dat betekent dus in dit geval, hij is nagekeken, maar nog niet goedgekeurd. Nou, denkt de leerling, dan wil ik wel eens weten hoe dat nou hoe dat kon. Nou, dan vink je je eigen naam aan en dan klik je op lees commentaar. Kom je in een ander scherm. En ook nu even geduld en dan verschijnt het schermpje met de commentaar die er was, is op de opdracht. Nou, je ziet keurig staan, naam Ashley Beyer, commentaar in jouw ingeleverd werk lezen. Beoordeling Ashley, je bent een aantal opdrachten vergeten, namelijk opdracht 2, 5 en 6. Evaluatie, niet goedgekeurd. Oké, okay. Dus een kwestie van aanvullen en opnieuw plaatsen. Ja, aanvullen en opnieuw het document plaatsen. Oké, okay. Dankjewel, prima. Ja.